Stel dat u nou nog wel een vrouw zocht, wat zou u een vrouw dan aanraden om te doen? Samen leuke dingen doen. Boodschappen zo. Den Haag heeft een overschot aan jonge vrouwen. Uit cijfers blijkt dat onze stad meer vrouwen dan mannen heeft in de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar. Hoe gaan de meisjes uit Den Haag daarmee om? De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Zotte zeker wel. Het is een makkie in Den Haag om aan de vrouw te komen, hè? Nee, man. Nee. Ja, maar daar heb ik niks aan. Nee. Je valt op mannen. Ja, precies. Daar heb ik niks aan. Dat had ik eerder moeten weten. Ja. Oh, dat had u niet... Ja, beter 10 in de lucht of 1 in de hand, dan maar. Hebben vrouwen moeite, denk je, om man te vinden of niet? Nee, zolang wij de flamoes hebben, hoeven wij geen moeite te doen. Bij mij gaat het altijd natuurlijk, dus... Ja, als er minder jongens zijn dan meisjes, dan... Moet je toch onderscheiden op een of andere manier? Ja, dat vind ik echt lastig. Van vrouwen hoef je alleen maar naar een man te kijken en die komt al, laat ik het zo zeggen, toch? Hoe bedoel je, die komt al? Ja, als een vrouw tegen jou zegt van, yo, kom even en dan... Tussen de 20 en 25 in Den Haag, vrouwen, zijn er meer dan mannen. Dat is mooi, hè? Ja, maar ik ben nu aan het werk, hè? Dus ik mag niet te veel naar vrouwen kijken, maar ook niet te veel praten. Ah, dan moeten sommige vrouwen gewoon even de stad uit. Ja, misschien moeten ze dan voor de vrouwen gaan. Ik weet het niet. Wat moeten vrouwen nou doen om aan de man te komen? Nee, dat kan ik ook niet zeggen. Een minirok misschien. Wat? Misschien met een minirok. Wat ik de vrouwen kan aanraden? Ja, weet niet. Vechten voor je man toch of zo? Ja, is dat de Hunger Games? Ja? Ja. Maat, ik ben apenstoond. Ik weet het ook niet. Je moet het weten. Stel dat u nou nog wel een vrouw zocht, wat zou u een vrouw dan aanraden om te doen? Samen leuke dingen doen. Boodschappen zo. Ja, maar die vrouwen die zijn nog vrijgezel. Hoe moeten ze nou aan een man komen? Via internet. Ja, ja. Datingshuis. Ja, ja. Heb jij een tip voor meiden die snel aan een man willen? Ja, op datingsites denk ik. Ja, ja. Ik heb zelf zit ik er niet op hoor, maar voor hun misschien wel. Niet een specifieke? Nee. Nee, ik zit er echt niet op. Nee, nee. En hoe gaat het dan allemaal? Gewoon naar elkaar lopen typen. Lekker lopen typen. Ja, leuke dingen vertellen tegen elkaar. En hoe je bent. En wees eerlijk, toch? En mag ik eens vragen wat dat dan is, dat zwarte hier onder uw oog? Dat doe ik al vanaf mijn 9e jaar. Ja, ja. En vallen de mannen daar ook op? Vallen je daar ook? Ja. Ja, dat heeft met kotik ook te maken. Een beetje paranormaal. En ik ben ook een witte heks, dus... Alles. U bent een heks? Ja, maar wel een goeie. En waar is die bezem dan? Thuis. Thuis heb ik hem. Vliegen ze wel eens weg s'avonds? Nee, dan niet. Die dag moet nog komen.